Ik vind het wel mooi. Oh, Dennis, multitasking, inschenken en dingen. Goed zo. Echt knap. Ja. Oh, dat is gewoon weer ons! Hahaha! Hartstikke honderd! Zeg maar, hier had dat hier! Koreaanse uitzending! Kim Jong-un, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Dennis, achter de camera staat DJ! Hallo! En wij zijn de Scovillains. Goed, mocht je je nog niet geabonneerd hebben op ons YouTube-kanaal, kan je hieronder doen, of ja, daar. Daar. Daarnaast ook graag even volgen op Instagram en natuurlijk op TikTok. We gaan vandaag een review doen over de Bulldog van Samsung Food. Samsung? Steak Spicy, 8800 Scoville Heater. 8800 Scoville Heat Units. En dat is, is niet heel hoog. Als je ervan uitgaat dat Samuel Oelek 2500 punten heeft, is die hier 8800. Wauw. Dus, ja, daar. Ja. Hij is pittiger dan je zou denken. Ik denk dat sommige mensen gaan hier aardig dood aan. Wij gaan natuurlijk een Carolina Reaper. Nee, grapje. wij gaan deze zo direct proeven en beoordelen op de 3 punten. Dennis, anders doe je even de afzuigkap aan. Misschien dat er dan iets van stoom voor je gezicht is. Lekker wel. Sauna. En op 3 punten beoordelen. Hoe pittig is die? Wat is de smaak? En hoeveel gaan we ervan zweten? En ik doe dat elke keer in een andere volgorde. Die zakjes moet je niet koken trouwens. Niet? Nee. Weet je niet? Nee, klopt. Ik heb nog nooit geprobeerd. Ah, pas niet. Tot volgende keer. 5 minuten. Dus we zetten de camera er even uit. Dat is keishaai. Wat zeggen wij? Tot zo. De noedels zijn nu klaar om afgegietseld te worden. Afgegoten, Dennis, afgegoten. Maar het ziet er nog helemaal niet pittig uit. Nee, dat klopt. Oh. Nou, hoe zou dat nou komen? Dat ga ik je vertellen. Daar gaat namelijk een zakje van vloeibare lava doorheen. Oh. Zo. Ongeveer 8 eetlepels met vocht erin laten zitten. Dus eigenlijk moet je vocht vasthouden. Dan doen we dit. De vloeibare lava erbij. En dan nog even doorkoken. Oh, kijk. Gadverdamme. Mocht je deze Samyang Bulldog 2x Spicy ook zelf willen bestellen. Echt een aanrader. Hij is knijt spicy, weten wij. Uit ervaring. Want we hebben eerder gegeten. Maar nu echt een review. Mm-hmm. Zeker kijken op dekkerpepper.nl. En onze kortingscode gebruiken, SV15, letter S, letter V, 15, voor 15% korting. Je gaat er nog, hier zit Nori. Gedroogd Nori velletjes met sesam in. Die gaan we nog even mooi eroverheen strooiselen. En dan kunnen we eten. Lekker. Tot zo. Tot zo. Hey! Zo, wij zitten. Lunch. En wij hebben trek. Lekker. Mooi, ik vind het mooi. Ik denk het. Het is heel heet als ik het zo vasthoud. Oh. Het beweegt ook bijna niet. Het is ook heel compact, dik. Hetzelfde, hè? Nee, doen. 8800 Scoville Heat Units. Nou denk je van, nou, dat valt wel mee. Dat is maar 3,5 keer Samuel Oelek. Waarom eet je dat met stokjes? Omdat ik wilde bekleren vies worden. Zoals jullie zien hebben wij dus ons merchandise uitgebreid met een hoodie, want het is koud en wij stonden nog steeds in polo's. Vind je dat nou leuk voor jezelf, voor je partner, voor, maakt me niet uit voor wie. Schoonmoeder. Stuur even een mailtje, thescovillains@gmail.com. Stuur even een mailtje en we hoek je up. Wel voor geld. Hey, proost. Ja, cheers. Wil je nog tegen dat ding aan? Nee, ik niet. Alle noedels moeten zo zijn, qua consistentie, altijd. Dit is gewoon lekker. Ja, maar ik kan ook gewoon keigoed koken. Nee, dat is wel waar. Dit eet wel echt heel moeilijk, volgende keer pak ik er ook voor. Ik vind dit de allerlekkerste noedels die er zijn. Oké. Okay. Maar oprecht. Heftig, want je hebt de andere van Bulldog nog niet gehad van Samyang. Op dit moment, inderdaad, ik vind dit nu de allerlekkerste noedels die er zijn. Ik ook trouwens, ik heb ze wel gehad. Ja, beoordeling. Qua smaak? Ik begin wel al te zweten trouwens. Lekker. We
Maar dat kan ook aan de nieuwe hoodies liggen die je bij ons kan bestellen als je een mailtje stuurt of even een reactie achterlaat onder de video. Hmm. Wat is dit? Is wel Captain America. Dit is een chicken ramen. Ja. En de chicken flavor ramen. De nori die erbij zit, is durf het te noemen. Dat is het zeewier. De nori die eraan toegevoegd wordt, is een smaakversterker. Echt. Je ruikt hem ook meteen, hè? Dat ruis je hem eraan toevoegt. Ja, ik ben een beetje bevoordeeld, maar ik vind dit in de categorie food en noodles echt een 8,6 voor smaak. Echt heel lekker. Oké. Hoeveel? 8,6. Pittigheid? Ja, hij is wel... Ja, ik vind het dus echt altijd... Elke keer als ik hem weer eet, vind ik hem echt heel pittig. Ja. Ik heb net nog een hapje Caroline Reap genomen. Misschien dat ook helpt. Ja, moet heel mijn zweetrating, nee, ja, mijn zweetrating was net ook al heftig. En ik weet van... Ja, normaal is mijn zweetrating bij deze ook wel hoog. En dat komt omdat er vrij veel vocht bij noedels zit. Ja. Ik heb zweet op mijn bovenlip, op mijn voorhoofd, op mijn hele lijf eigenlijk. Behalve onder mijn voeten. Nee, ook daar natuurlijk. Ja, ik zie het ook. Nee, zweet is echt wel, serieus een 6,9. Maar ik weet niet, het komt ook, misschien heel stom wat ik zeg, maar doordat het een warm iets is. Ja. Pittigheid, ja. Ja, voor een noedel is die heel pittig, maar pittigheid een 4,3. Oké, goed. Mag dat, dat was mijn beoordeling. Ja, nou, mijn beoordeling. Ik vind de smaak ook echt heel goed. Echt een hele lekkere noedel. Ik geef deze noedel qua smaak voor een noedel een 8. Ik vind deze ook echt heel lekker qua smaak. Qua pittigheid, ja, weet je wat gek is? Ik geef pepers waarschijnlijk een lager. Omdat het je hele mond wordt ermee besmet, als het ware. Ja. Dus deze krijg ik van mij qua pittigheid een 4,5. Dat is hoger dan wat DJ gegeven heeft, volgens mij. Dat is vrijwel mooi. En qua zweetrating, een 6,5. Sorry, nee, een 5,5. Elke beoordeling is iets persoonlijks. 5,5, maar zeker. Het grappige is dat wij merken dat wij allebei heel anders reageren op de pittige dingen. Dennis heeft snelle zweet, ik heb dat... Ik kan dit doen. Huh? Ja. Ik kan het ook, maar ik wil het gewoon echt niet. Nee. Ik zit daar gewoon, ik heb er gewoon echt geen trek in. Wie heeft die moedies bedacht eigenlijk? Nee, wacht even. Ik bedacht. Conclusie, hele lekkere stevige noedel, oedelnoedels, chicken flavor. Hij is goed pittig, hij is, vergis je niet. Ja. Hier hoef je niet per se nog hit sauce bij te doen. Nee. Dat is echt zonde. En al helemaal geen Carolina Reaper. Nee. Samyang is het merk, two times spicy. Er is ook een bulldog. Ik weet niet wat bulldog betekent. De zweet druppels lopen in melk mijn hoofd. Misschien dat we dat op moeten zoeken. Misschien kunnen jullie dat ook zelf doen en ons even in de comments laten weten wat bulldog betekent. Ja. Ik speel heel veel met mijn eten. Volgens mij is bulldog gewoon bulldog in het Koreaans. Ah. Oh. Hebben we twee bulldogs nu gegeten? Wat? Bij deze. Ja, dat is normaal. Diegene die ons. Ja, ik denk, ja, dit heb ik nog helemaal niet met jou overlegd. Die ons. Deze, die twee, three times spicy. Twee keer three times dus spicy. Dus 6 times spicy. Kan toesturen. Ja. Die krijgt een hoodie. Ja. Ja. Eens? Ja. Deze bestel je natuurlijk nergens anders dan bij onze vrienden van dekkerpepper.nl. Gebruik onze kortingscode SV15. Toch? Hoeveel is de kortingscode? SV15, 15% korting. Oh, en dan is die 15. Niet 10, niet 20, maar 15. Oh. Ik ga lekker mijn lunch verder opeten, want dit is onze lunch voor vandaag, hè? Bedankt voor het koken trouwens. Ja, graag gedaan. Dat is lekker gedaan. Blijf sowieso kijken naar onze filmpjes. Vinden wij echt heel erg leuk. Deel ons met je vrienden, tenminste onze content. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Geef ons een like op Facebook, op Instagram en op TikTok. Tikketakketikketakketi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 kket
En vergeet niet... Stay spicy! Doei! Doei!